deze straat, ergens in Utrecht, wonen een aantal kinderen die niet zo goed naar hun ouders luisteren. Hey, fuck it! Ha! Hey, kan het niet een beetje rustiger? Ja, mama. Jonas, leg die bal weg. Ik heb nog zo gezegd niet voetballen hier. Muis stil. Echt niet. Zeker weten van niet. Oh, dat gaat mama niet leuk vinden. Boeien. Wat was dat geluid? Niks. Niet dat we een bal eruit hebben geschoten. Of zo. Ik heb toch nog zo gezegd niet voetballen? Ik word helemaal gek van jullie. Een paar huizen verderop luisteren de kinderen niet veel beter. Voel dit. Wat zijn jullie nu allemaal aan het doen? Jullie zouden toch af gaan drogen? Ja, maar mama, we gingen eerst even een kopje soep maken. Daarna gaan we echt de afwas doen. Kijk, ik had hier al klaarstaan. Ik doe het nu in een magnetron. Weet je hoe gevaarlijk dat is, ijzer in de magnetron? Nee, wat gebeurt er dan? Dan kan je een enorme ontploffing krijgen. En dan warm ik alleen het water op. Dat is je maar geraden ook. Gek, we gaan al die ijzeren vorken in de magnetron doen. Mijn mama zei dat ze ook kunnen ontploffen. Ja precies, dat is toch hartstikke goed om te zien. Ja, ik ben nu eigenlijk ook wel benieuwd. Ja kijk, ik zie wel wolken. Ja, ze worden nu al veel erger. Ze zijn er al best wel veel. Zo, dat is helemaal verbrand. Ik denk niet dat mama dat leuk gaat vinden. Helemaal gek geworden? We waren gewoon nieuwsgierig. Nieuwsgierig? Het hele huis kan afvikken! En terwijl de magnetron nog aan het naroken was, moesten de twee zoontjes van andere ouders uit de straat nablijven op school, omdat ze de juf hadden opgesloten. Ik snap echt niet dat we moeten nablijven. We deden helemaal niks verkeerd. Waarom mag je de juf gewoon niet in de gangkast opsluiten? Is dat niet een of ander kinderrecht of zo? 1600 euro voor het vervangen van die sloot. En de ouders de kosten ervoor moesten betalen. Weet je wel hoe lang we daarvoor moeten werken? De ouders van de kinderen kenden elkaar goed. En in een speciale WhatsApp-groep deelden zij hun boosheid over de kinderen. Ik word gek van die kinderen! Mijn hele keuken is helemaal kapot! Ik word er zo gestrest van, ik kan ze geen minuut alleen laten. Mensen die een huisje hebben in plaats van kinderen, die hebben een veel rustiger leven. En volgens mij kost het ook veel minder geld. Ik had een plant moeten nemen. Hé, hey, wacht eens even. Ik had laatst iets gelezen over wetenschappers die hele rustige kinderen kweekten. Echt waar? Daar wil ik meer over weten. Ik zoek het wel eerst uit en daarna app ik jullie, ja? Helemaal ja, goed. Ik vind het een heel goed plan. Ja. Ouders gingen snel naar het kantoor van de onderzoekers. Nou, ik heb een hele mooi stofje met een emulgator. Volgens mij krijgen we zo dadelijk bezoek van een stelletje ouders of zoiets. Ouders, daar heb ik zo'n hekel aan. Wat komen die hier nou weer doen? Ja, ze hadden het graag over onderzoek naar kinderen. Echt waar? Ons bonsai-onderzoek? Ja, maar daar hoeven we toch niks over te vertellen? Ik vind het helemaal niet erg hoor om over die vervelende mormels van kinderen te praten. Want kinderen zijn lief. Als ze stil en rustig zijn. Oh, volgens mij is het hier. Oh ja, laten we kijken. Zijn jullie de wetenschappers van het bonsai-onderzoek? Ja, zeker. Ja hoor, natuurlijk. Neem plaats. Wij hebben nogal problemen met onze kinderen. Ze zijn veel te druk. Kijk, dit is nou het kinderrechtenboekje. Het grote probleem. De onderzoekers vonden dat kinderen veel te veel rechten hebben. Kijk, artikel 1. Wie is kind? Weg ermee. Bent u nu alle kinderrechten eruit aan het scheuren? Ja, en ik ben nog maar net begonnen. Artikel 13 en 14. Weg ermee. Ja, weg ermee. Weg ermee. Weg ermee. Weg ermee. Weg ermee. Weg ermee. Veel te veel. Nou, ik vind dat wel heel raar om alle kinderrechten te verscheuren. Kijk, dit is pas een goed kinderrechtenverdrag. Oh, mag ik dan eens kijken? Wat staat er verder nog in? Alleen een naam. Ja, want namen zijn belangrijk als je kinderen gaat roepen.
In Nederland zijn al die rechten natuurlijk heel goed geregeld. Dus we kunnen hier heel weinig experimenteren. Maar onze collega's in Brazilië zijn heel ver. Ik ben een paar weken geleden geweest en het was bizar. Kijk, hier een foto. Huh? Wat zie ik daar nou? Is die man zijn kind aan het uitlaten? Ja, precies. Daarom zijn het bonsaikindjes. Veel goedkoper in gebruik ook. En ze zijn lekker stil en rustig. Nou, zullen we daar naartoe gaan? Ja, goed plan. De volgende dag zaten de ouders in het vliegtuig naar Bonsai. Op Bonsai waren er geen kinderrechten, waardoor de onderzoekers eenvoudig met de kinderen konden experimenteren. Welkom op Bonsai! Zijn jullie de wetenschappers van de Bonsai-kinderen? Ja. Ik heb begrepen dat jullie hele rustige kinderen hebben gekregen. Ja. Ik ga ze even voor jullie halen. Hallo Anouk, zit je rustig te studeren? Jazeker mevrouw, ik heb al 30 bladzijden gelezen. En weet je waar Juan is? Jazeker, hij zit hier. Hallo mevrouw. Er zijn wat mensen uit Nederland, die willen jullie graag zien. Komen jullie even mee? Tuurlijk mevrouw. Ik presenteer jullie onze bonsaikinderen, Anouk en Juan. Goedendag gasten. Oh, maar dit is fantastisch. Zijn ze altijd zo rustig? Altijd. Haal thee en koffie. Kom voor elkaar. Hebben die kinderen dan geen eigen mening? Nee, totaal geen eigen mening. En kosten ze nou veel geld? Nou, qua eten eigenlijk niet. Het enige wat je ze hoeft te geven is een beetje water. Nee. En misschien twee keer op een dag eventjes uitlaten. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Hier is jullie thee en koffie. Maar hebben die kinderen wel rechten dan? Nee, natuurlijk niet. Het enige wat ze hebben is recht op een naam. Ik weet niet of je het allemaal wel zo leuk vindt. Ik vind ze te perfect. Een beetje eng ook. Vinden jullie het leuk om buiten te spelen? Nee, dat is niet praktisch. Dan studeer ik liever. Zoals jullie kunnen zien, zijn dit de perfecte wezentjes om in jullie huis te hebben. Ze luisteren altijd goed. Kosten niet veel geld. En kunnen ook helpen als je later zelf oud bent. Hebben jullie nu genoeg gezien? Dan leiden Juan en Anouk jullie even naar de deur. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Voor deze rondleiding. Komen jullie maar mee? Oké. Nou, ik weet het niet hoor. Ik denk dat het beter is als we de kinderrechten weer bij elkaar plakken. Ja. Goed luisterende bonsaikinderen waren dan wel handig, maar zonder rechten leken het meer op robots. De ouders waren daarom weer blij met hun eigen kinderen en zorgden ervoor dat alle kinderrechten... Vrij mijn eigen mening. Hier. Artikel 40. Kinderstrafrecht. Weer netjes in het verdrag terecht kwamen. Ja, stop maar dames en heren, we zijn gewet. Ja, gewet. Ja, deze film heeft trouwens bloopers, die vind je daar. Maar mocht jij andere kinderrechtenfilms willen kijken, dat kan. Die vind je namelijk daar. En abonneren doe je daar. Nou, dus dat.